Goedemiddag allemaal. Welkom op alweer een energieke vrijdag. Deze keer met als thema EU-subsidies doorgelicht. Vandaag niet jullie vertrouwde schermgezicht als moderator. Elke, zij is vandaag achter de schermen bezig om deze webinar in goede banen te leiden. Deze keer valt de eer aan mij te beurt om jullie te begeleiden door deze workshop. Ik ga beginnen met enkele praktische afspraken. Ik zie dat het niet lukt om mijn scherm te delen. Ja, enkele praktische afspraken. Zoals jullie weten wordt deze webinar opgenomen en zal die in de loop van volgende week op onze website ter beschikking staan. Dus je kan die nadien altijd nog eens rustig herbekijken. Zoals steeds kan je ook altijd je vragen stellen via de chat, dat is via de Q&A. Wij zorgen dat die dan op het einde van de sessie aan bod komen en allemaal ook beantwoord worden. Degenen die niet beantwoord kunnen worden tijdens de sessie van vandaag, die komen in een vakdocument terecht. Zijn er technische problemen, dan kan je ook via diezelfde chat gaan melden. Wij gaan dan achter de schermen ons best doen om alles opgelost te krijgen. Dan even over naar de agenda van vandaag. Zoals steeds hebben wij vier heel boeiende sprekers bereid gevonden om hier een toelichting te komen geven. We starten met een eerder inhoudelijke toelichting vanuit een eerste toelichting vanuit Vleva. Dat is Kaatje Gevaert, zij is daar liaison officer en zij zal vooral dieper ingaan op de Europese programma's die interessant zijn voor lokale besturen en waarom die interessant zijn voor jullie. En ze zal zeker ook enkele tips meegeven aan jullie over hoe je naar dergelijke programma's kijkt en hoe je daarmee aan de slag gaat. Daarna hebben we Simon de Wachter van VK. Hij zal wat dieper ingaan op de specifieke subsidielijnen die er zijn voor klimaat en energie. Dus die komen, worden door hem toegelicht. En dan gaan wij ook nog even naar de praktijk kijken. We hebben twee lokale besturen bereid gevonden die hun ervaringen willen delen dat ze hebben met Europese programma's. Dat is in eerste instantie Sint-Truiden. Daar gaat Hilde Hendricks, die is daar subsidioloog, toelichten hoe zij te werk gaat met die Europese subsidies. En tot slot hebben we ook nog Wim de Geest van de gemeente Edegem, die ook zal toelichten hoe Europese programma's eigenlijk een en ander in gang hebben gezet in Edegem. Voilà. We ronden af met een Q&A. Komt op het einde eraan, dan worden alle vragen behandeld. Voilà. Ik ga dan meteen het woord geven aan Kaatje, die als eerste spreker gepland staat. Ja, goedemorgen iedereen en hartelijk dank ook aan VVSG om ons hiervoor uit te nodigen. Het komende kwartier ga ik jullie meenemen en een beetje het overzicht te geven van Europese subsidies, wat dat precies zijn. Ook inzicht te geven hoe dat die complexe structuren in elkaar zitten, waar moet je rekening mee houden en vooral ook waar kan je ondersteuning vinden mocht je zo'n Europees dossier willen gaan indienen. Leen zei het al, ik ben Kaatje Gevaert van Vleva en heel specifiek ben ik daar de liaison officer voor Europese subsidies en financiering. En een kort woordje over Vleva, wie zijn wij? We zijn het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap. Een publiek-private VZW die opgericht is op vraag van Vlaanderen. Dus wij worden ook vanuit hen voor het grootste deel gefinancierd. Wij bestaan nu zo'n 16 jaar. Wij hebben ook een aantal leden, 38 om precies te zijn. En dat zijn allemaal organisaties die het Vlaamse middenveld vertegenwoordigen. Onder meer VVSG, VVP, maar ook Unizo, VOCA, koepelorganisaties. En op de volgende slide zien jullie eigenlijk het overzicht van al onze leden. En we zijn eigenlijk de tussen het Vlaanderen en Europa, zowel het beleidsmatige, maar vandaag gaan we het specifiek over onze subsidiewerking hebben. Misschien al een klein woordje daarover. Wat het grote verschil is met onze subsidiewerking, is dat die niet enkel voor onze leden is, maar dat die eigenlijk voor alle Vlaamse organisaties
alle Vlaamse lokale besturen is. En wat is onze aanbod daarin? Wel, op onze website brengen wij eigenlijk het volledige subsidielandschap in kaart. Er zijn zo'n 40-tal verschillende Europese subsidieprogramma's die heel erg verspreid werken, die ook heel erg verspreid staan. Dus heel moeilijk om daar een stukje weg in te vinden. En wij centraliseren dat een beetje, altijd op dezelfde manier. Een korte Nederlandse insteek per programma, ook per Europese subsidiecall. En dan eigenlijk een directe link naar waar je moet zijn om een aanvraag in te dienen, waar je ook ondersteuning kan vinden. Ik heb in mijn presentatie, die jullie achteraf ook ongetwijfeld krijgen, heel veel links ingebouwd. Dus dan voor jullie gemakkelijk om rechtstreeks naar de juiste pagina te gaan. Wat doen wij verder daarom nog? Informatie- en netwerkbijeenkomsten doen. Wij doen dat ofwel op eigen initiatief of op vraag van onze leden of op vraag ook van een Europees subsidieprogramma en communiceren daar ook heel veel rond. Maar dan blijft het nog moeilijk, het blijft complex, het blijft heel veel. En vandaar dat wij ook subsidieloket zijn. Wat betekent dat? Dat elke Vlaamse organisatie, elk lokaal bestuur eigenlijk bij ons terecht kan met hun projectidee en met de vraag van, zit daar iets in voor een Europees dossier? En dan gaan wij hen op weg helpen. Eigenlijk een eerste lijnsadvies van, kijk, dat zijn eventueel een aantal subsidieprogramma's die voor jou interessant kunnen zijn. Daar kun je eigenlijk verder ondersteuning vinden. Of zijn er bijvoorbeeld interessante calls? Dan gaan wij dat ook altijd meegeven. Dus die dienstverlening is gratis. Dus het is eigenlijk een oproep. Als je zo'n vraag hebt, kan je altijd ook in een eerste instantie bij ons terecht. Verder een aantal handige tools. Waar vind je ondersteuning? De Vlaamse contactpunten. We hebben een YouTube-kanaal waar er een aantal heel laagdrempelige filmpjes staan over Europese subsidieprogramma's, als je die wat beter wil leren kennen. En wij kunnen ook helpen. Want in de volgende fase mocht je zeggen van ja, ik wil daar wel aan beginnen, maar ik vind geen buitenlandse partners. Wij kunnen meehelpen. Wij beschikken over een zeer ruim netwerk, zowel in binnen- en buitenland. Dus wij kunnen meehelpen met het zoeken naar partners of het plaatsen van jouw partneroproep. 2022 was een jaar waarin dat wij ook heel sterk gewerkt hebben richting specifiek lokale besturen. Twee dingen springen daaruit. Dat is eigenlijk de gids voor lokale besturen die nieuw is en die sinds net voor de zomervakantie online is gegaan. Omdat we merkten, en we hebben dat in samenwerking met VVSG gedaan, dat het moeilijk blijft, dat het heel veel blijft om de weg te vinden. En vandaar dat wij een specifieke gids met programma's die interessant kunnen zijn voor lokale besturen hebben opgemaakt. En we zijn daar ook een beetje anders dan onze traditionele werking vertrokken van, kijk, welke thema's, welke beleidsthema's leven er binnen bepaalde gemeenten, rond wat is het beleid opgebouwd. En van daaruit kijken we welke subsidieprogramma's daarvoor eventuele kans zouden kunnen bieden. We werken ook daarbij met een aantal voorbeelden, omdat we merken van dat dat echt wel helpt. Van kijk, als je het van een ander hoort, dat het een opstapje kan zijn om ook naar eens een volgende stap te zetten. En verder bieden wij een interessant overzicht, een jaaroverzicht, waarbij dat je calls, projectoproepen per thema kan gaan terugvinden, zodanig dat je een beetje beter op voorhand ook kan gaan voorbereiden. Verder hebben wij in het voorjaar ook, en dat was in samenwerking met VVSG en VVP, de Vereniging van Vlaamse Provincies, een opleiding uitgerold voor lokale besturen, dat eigenlijk wel goed gewerkt heeft, die overal eigenlijk vol zet zat. En dat was 2,5 dagen waarbij we uitleg gegeven wat zijn Europese subsidies, hoe bereid je je nu zelf voor als organisatie op zo'n dossier en waar vind je je weg en wat zijn de eerste stappen die je moet gaan ondernemen als je zo'n Europees dossier zou willen gaan opmaken. Vandaar ook een beetje mijn oproep aan deze groep. En ik weet dat er een paar bij zitten die, ik heb het gezien op de aanwezigheidslijst, die de opleiding al gevolgd hebben. Maar mocht er interesse zijn, en dat staat op de volgende slide, van zo'n opleiding ook eens te volgen. We denken eraan om dat in het voorjaar te herhalen. Mail ons gerust daarvoor, dan zetten we jullie al vast op een lijst van geïnteresseerden. Of anders wil je uw Europees project ook eens in de kijker zetten op onze website, dan kan dat ook. Of heb je een vraag, mail ons gerust, mail naar subsidieteam@vleva.eu of rechtstreeks naar mij. Dat wat betreft het aanbod van Vleva, maar nu vooral, hoe werkt dat nu eigenlijk, die Europese subsidieprogramma's? Wat moet je eigenlijk wel weten vooraleer je die stap gaat zetten? Eigenlijk wil ik starten van, waarom zijn die subsidieprogramma's er? Dus, en dat is eigenlijk heel eenvoudig, omdat Europa beoogt haar eigen beleid daarmee te gaan ondersteunen. En waarom wil ze dat? Omdat het vaak in de verschillende lidstaten, Europa heeft geen rechtstreekse bevoegdheden
op sommige domeinen. Bijvoorbeeld op cultuur heeft Europa weinig bevoegdheden, maar ze heeft dan wel een subsidieprogramma waarbij dat ze een aantal stimulansen wil geven voor die sector. Anderzijds is dat ook die subsidies om concreet beleid in lidstaten en vooral ook bij lidstaten die soms wat achterhinken, te gaan stimuleren rond onderzoek, economische groei, tewerkstelling en inclusie. En vooral ook om die Europese samenwerking te gaan promoten. Want je gaat zien, in de meeste gevallen ga je toch wel in een internationaal partnerschap gaan moeten samenwerken. Die samenwerking is er ook om een beetje in beeld te brengen wat Europa eigenlijk doet naar de Europese burgers toe. En hoe gaat dat in zijn werk? Europa vertrekt steeds van zijn eigen beleidskader. En dan gaat ze daar eigenlijk een meerjarig financiële kader op enten. Dus ze gaat middelen voorzien om haar beleid te gaan realiseren. Nou, dat zijn eigenlijk altijd vast afgeleide periodes van 7 jaar. En momenteel loopt de periode 21-27. Vanuit dat financieel kader gaan er middelen naar die verschillende Europese subsidieprogramma's. Die moeten zich voorbereiden, moeten een programma schrijven waar rond ze zullen werken, welk soort projecten ze gaan beogen. Daaruit vloeien dan subsidieoproepen. En als alles zeer goed gaat, dan komen daaruit die goedgekeurde projecten waarbij je een Europese subsidie kan krijgen. Het is ook zo dat Europa voor elke beleidsperiode een aantal specifieke thema's naar voren schuift, die je eigenlijk in al die Europese programma's op de een of andere manier wel ziet terugkomen. Of dat dan nu een programma is rond onderwijs of rond onderzoek, rond economische ontwikkeling. Er zijn altijd een paar highlights die je ziet terugkomen. En voor deze programmaperiode is dat niet zeer verrassend. Het is een beetje voortbordurend op wat er de vorige programmaperiode liep. En dat is alles wat de Green Deal is, uiteraard. Heel veel middelen worden daarvoor voorzien. Alles wat digitalisering is en ook de meer sociale component, bevordering, sociale cohesie, inclusie, culturele diversiteit. Dus eigenlijk als je een Europees subsidiedossier maakt, moet je altijd in je achterhoofd houden dat je daaraan een stuk zal gaan bijdragen. Dat zal sowieso ook altijd terugkomen in de vragen die je krijgt voorgeschoteld in zo'n aanvraagformulier. Dan een paar principes die ook wel interessant zijn om te weten als je aan zo'n dossier begint. Dat is, ik zei het al, dat je meestal internationaal moet gaan werken. Eigenlijk het gros van de Europese subsidieprogramma's verwachten dat je met buitenlandse partners gaat samenwerken. Hoeveel landen er betrokken moeten zijn, welk soort organisaties, is echt afhankelijk van programma tot programma, zelf van projectoproep tot projectoproep. Maar je zal zien, straks gaat Simon van VK er ook een aantal voorstellen. Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij dat je eigenlijk ook puur Vlaams kan gaan werken, dat je echt zelfs geen partners nodig hebt. Dat maakt het soms iets gemakkelijker om een project te gaan aanvragen. Verder moeten projecten ook steeds vernieuwend zijn. Er moet daar toch altijd een innovatieve component aan zijn. Je kan vooral geen reguliere zaken gaan financieren. Focus ligt heel erg ook op resultaatgerichtheid en disseminatie. Waarmee bedoeld wordt dat eigenlijk wat je gaat realiseren binnen je project ook voor anderen interessant kan zijn. Dus dat ook echt wel naar de toekomst toe en dan zonder Europese subsidies verder gevaloriseerd kan worden. Subsidies vragen tijd, vragen voorbereidingstijd. Kruipt al snel een half jaar toch in. Zeker als je zelf bij je eigen organisaties moet kijken van wat willen wij nu eigenlijk. Ook die doorlooptijd van aanvraag naar goedkeuring. En pas dan kan je gaan starten. Dus je moet echt een stuk vooruit gaan denken van wat willen wij nu eigenlijk gaan realiseren. En elk programma heeft uiteraard ook zijn duidelijk omlijnde doelstellingen. Je moet er rekening mee houden dat je in de meeste gevallen, er zijn een aantal zeldzame uitzonderingen waar Europa voor 100% financiert, maar in de meeste gevallen ga je toch zeker van tot 50, 40, 60% gaan moeten bijfinanciering zoeken. Dus uit eigen organisatie of bijvoorbeeld via Vlaanderen, via de provincies die daar soms middelen voor hebben. En de boodschap is ook een beetje denk breed. Dus denk eigenlijk wat dat binnen je eigen organisatie speelt. Maar als je dan een Europees dossier gaat opmaken, kijk goed wat er binnen dat programma past. En knip bijvoorbeeld jouw eigen gemeentelijk project op in verschillende delen. En kijk welk deel je in welk programma kwijt kunt. En dan, hoe kan je dat Europees subsidielandschap
een beetje inzichtelijker maken. Dat is een zeer moeilijke, omdat elk programma zijn eigenheden heeft, ook zijn eigen manier van oproepen heeft. Daar zit daar weinig gelijkenis in tussen verschillende programma's, maar ik doe toch een poging om het u wat duidelijker te maken. Eerst en vooral heb je een onderscheid tussen decentrale en centrale programma's. Met decentrale programma's bedoel ik dat Europa eigenlijk de middelen, het subsidiegeld, de subsidiepot van een bepaald programma doordelegeert naar de lidstaten. In ons geval is dat zelfs naar Vlaanderen. En dat zij eigenlijk het volledige Europese subsidieprogramma organiseert. Ook de goedkeuringen verlopen volledig op nationaal of Vlaams niveau. De opvolging, en ik geef een aantal voorbeelden. Het EFRO Vlaanderen programma is zo, ESF en alles wat Interreg is. Het biedt het voordeel dat je net iets dichter bij die bron zit, dat je naar die begeleiding ook een stuk sterkere ondersteuning kan krijgen. De centrale programma's dan zijn eigenlijk programma's die vanuit Europa volledig verlopen. Er is één groot online portaal, het Funding and Tender Portal, waar dat je al die programma's op ziet, waar dat je al die programma oproepen ziet en waarbij die indiening ook allemaal centraal gebeurt. Daar is die concurrentie uiteraard groter. Dus het is dan geen Vlaams programma niet meer, maar eigenlijk een Europa breed programma. Maar belangrijk om te vermelden is dat ook die programma's in de meeste gevallen, in het grootste deel van de gevallen, ook een Vlaams contactpunt hebben waar je kan rekenen op de noodzakelijke ondersteuning. Dus zoals ik al zei in het begin, zowel de decentrale programma's als de centrale programma's ga je dan ook op onze website in één oogopslag kunnen terugvinden. En dan mag ik naar de volgende slide. En ik ga doorgaan, want dit zijn twee zaken die ik al verteld heb. Dus je mag er nog twee overslaan, Leen. En dan, ja, dan nog even kort vooraleer Simon dan eigenlijk echt. We hebben een aantal fondsen geselecteerd die voor deze groep het meest relevant zijn. Er zijn altijd andere mogelijkheden ook, maar ik denk dat we ons beperkt hebben tot de meest voor zich sprekende en ook de meest interessante op dit ogenblik. Hoe moet je dan zeggen van waarom kies ik dat voor dit programma en niet voor een ander? Alles begint met jouw idee. Vooral het idee van je organisatie, waar staan wij voor en waar willen we naartoe? Ik denk dat dat een zeer belangrijk is, dat je daar even bij stilstaat, om niet in de valkuil te stappen, dat je in een Europees dossier zou gaan meestappen of gaan meeliften, waarbij dat je eigenlijk een aantal zaken gaat moeten doen die totaal niet aansluiten bij je organisatie, waar dat je eigenlijk ook middelen wel gaat uithalen, maar ook gaat moeten insteken waar dat je zelf niet voor staat. Dus ik denk dat dat eigenlijk de meest prioritaire boodschap is. En verder wat kan helpen van waarom dit programma en een ander niet, is de Technology Readiness Level of de TRL-schaal. Misschien een beetje een moeilijke term, maar het is een schaal van 1 tot 9 die zegt welk niveau jouw project eigenlijk is. En daarmee bedoel ik mee, een schaal 1 bijvoorbeeld, is echt het fundamentele onderzoek dat nog rond iets moet gebeuren. Ik denk misschien minder interessant voor lokale besturen, maar vooral interessant voor onderzoeksinstellingen. Dan gaan we eerder kijken naar een Horizon-programma bijvoorbeeld. En hoe verder je gaat op de schaal, hoe concreter het wordt. En ik denk, voor lokale besturen zijn meestal ook Europese subsidieprogramma's die de TRL-niveaus van 5, 6, 7, 8, 9 gaan ondersteunen. Bijvoorbeeld een Interreg en een EFRO die straks behandeld gaan worden. Dat zijn echt subsidieprogramma's die wel investeringen gaan financieren, die wel dat soort concrete zaken gaan ondersteunen. Nog een belangrijk is het ambitieniveau van uw lokaal bestuur. Voor grotere lokale besturen, voor steden, is dat net iets eenvoudiger, omdat zij al sterk georganiseerd zijn op Europese dossiers. Voor een lokaal, kleiner lokaal bestuur blijft dat moeilijk. Dus sta even stil bij van welke rol willen wij gaan spelen in zo'n Europees dossier. En ik denk dat er echt wel verschillende mogelijkheden zijn om ook als een kleiner lokaal bestuur op die Europese subsidieprogramma's in te spelen door bijvoorbeeld met een eenvoudiger programma te beginnen. Zeker niet de rol van projectleider te gaan opnemen, maar van partner. Of soms zelf in een soort koepelprogramma mee in te stappen, waarbij een andere organisatie, een groter lokaal bestuur, maar dat kan ook een intercommunale zijn, een provincie of een onderzoeksinstelling bijvoorbeeld, het grootste administratieve werk voor jou gaat doen.
Nog twee zaken die eventueel kunnen meespelen is, wat is nu de slaagkans in zo'n programma en wat is het maximum aan financiering, het percentage dat ik eruit kan halen. Dat zijn allemaal zaken die mee bepalen, ook als wij advies geven in welke richting we je gaan sturen, richting één of ander Europees subsidieprogramma. Dit is het overzicht dat straks aan bod zal komen, maar ik heb ze erbij gezet voor de volledigheid, maar Simon zal die volledig toelichten. En dan sluit ik graag af met een aantal tips. Denk voor je begint, en het is een beetje herhaling wat ik verteld heb, maar leer vooral het Europees beleid te kennen en zie hoe dat matcht met jouw ideeën, met jouw sector. En vertrek daarbij dus altijd steeds, als je op zoek gaat naar een Europees dossier, van uw idee. Kies voor iets waar de organisatie al mee bezig is. Alle lokale bestuurders zitten met beleidsplannen. We kunnen ook een stukje meehelpen screenen van waar er kansen zitten voor Europese subsidies. En kijk hoe je dat tot een hoger niveau kan liften door bijvoorbeeld in zo'n Europees dossier te gaan stappen. Begin indien nodig klein, zeker een oproep naar de kleinere lokale besturen en hou rekening met de draagkracht van je organisatie. Als je dan beslist van te gaan schrijven, schrijf goed, kijk vooral naar wat je wilt en probeer in één oogopslag de interesse te wekken van wat je wil gaan doen. Bewijs vooral de meerwaarde. Wat gaan we doen? Waarom gaan we het doen? Wat is de meerwaarde voor Europa, voor het subsidieprogramma waar dat je aanvraag gaat indienen? Hou het ook beknopt. Hou er rekening mee dat jouw dossier zal moeten gelezen worden door een team van experten die op een bepaald ogenblik heel veel dossiers moeten lezen. Dus hou het in een beknopte en zeer makkelijk leesbare taal. En check ook uw volledigheid. Heel veel dossiers vallen er al uit, eigenlijk in de eerste selectiefase, omdat bepaalde zaken niet zijn aangeleverd, omdat er vragen niet zijn beantwoord. Dus hou daar rekening mee en zorg voor een overzichtelijke layout, uiteraard. En dan tenslotte, zorg voor begeleiding, ondersteuning. Ik denk dat het zeer belangrijk is dat je, als je zo'n dossier gaat indienen, dat er ondersteuning en draagvlak is binnen je organisatie, zowel bestuurlijk als ambtelijk. En als je aan het schrijven bent, zorg dat je een soort van klankbordgroep hebt die dat dossier ook eens kan lezen, zelfs met een nieuwe, verfrissende blik die niet altijd mee is in het geheel, maar om het gewoon je dossier begrijpbaar te maken. En vergroot je slaagkansen door ook eens te gaan kijken hoe projecten bijvoorbeeld beoordeeld worden. Het is meestal gekend welke criteria, hoe wordt uw projectaanvraag nu gescoord. En dat kan al helpen om uw idee te gaan formuleren. Beschouw het als een wedstrijd. De concurrentie is groot. En vooral ook, dat kan ook een tip zijn. We merken dat in die beginperiode van een subsidieprogrammaperiode, waar dat we nu eigenlijk voor staan, er wordt heel veel ingediend. Er zijn zeer veel aanvragen, dus niet iedereen krijgt onmiddellijk de goedkeuring. Laat daarom de moed zeker niet zakken, zou ik zeggen. Hou rekening mee met de feedback die je altijd krijgt, mocht een dossier worden afgewezen. En probeer het opnieuw. Dat is zeker niet fout. En de ervaring leert dat dossiers dan toch nog in een tweede of een derde keer een goedkeuring kunnen krijgen. En om af te sluiten, wat kan je doen? De links zijn ingebouwd naar de VLEVA website. Je kan ook een eigen account aanmaken waarbij dat je dan nieuws op maat krijgt, wekelijks of tweewekelijks. En mochten er vragen zijn, dan zijn wij altijd zeker bereid om daarop te antwoorden en je richting een Europees subsidieprogramma en de juiste ondersteuning te loodsen. Ziezo, dit was in een notendop wat wij doen en wat het voor jou kan betekenen. Oké, dankjewel, Kaatje. De vragen die houden we dus nog eventjes voor het einde van de webinar. Nog even herhalen, zet je vragen zeker in Q&A, dan komen die aan bod. Dan zou ik nu graag aan Simon vragen om zijn presentatie te delen. Ziezo, dankjewel Leen. Ik ben Simon de Wachter van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en mijn rol is daar als beleidsmedewerker EU-financiering om ook zoveel mogelijk de EU-financieringsmogelijkheden voor energie en klimaat aan de man te brengen en jullie zoveel mogelijk te motiveren om ook gebruik te maken van die subsidies. Dus bedankt ook voor de uitnodiging om hier een woordje te spreken. En zoals al verteld, ga ik eerder een overzicht geven van de EU-subsidies voor lokale energie- en klimaatprojecten in Vlaanderen.
We gaan de belangrijkste EU-fondsen wat dieper bekijken, namelijk EFRO Vlaanderen, Interreg, het live subprogramma Clean Energy Transition en Climate Change, Horizon Europe, de EU City Facility en ELENA. Maar dat neemt niet weg dat er nog andere fondsen zijn die misschien wel relevant kunnen zijn voor jullie project. Dat is afhankelijk van de scope van jullie project. Bijvoorbeeld het Connecting Europe Facility, dat investeert in transportnetwerken en energienetwerken transnationaal. Het EU Innovatiefonds, dat demonstratieprojecten ondersteunt, innovatieve demonstratieprojecten, vooral in de sectoren van industrie, hernieuwbare energie en energieopslag. Erasmus Plus kan interessant zijn als jullie, jullie project een link heeft met opleidingen en onderwijs. ESF hetzelfde, maar dan voor werkgelegenheid. InvestEU geeft dan eerder financiële instrumenten en leningen, dus dat kan ook wel interessant zijn om te bekijken. Daarnaast ook nog nuttig om te vermelden de live subprogramma's Nature and Biodiversity en Circular Economy and Quality of Life. En Digital Europe kan ook wel relevant zijn als er een link is met digitalisering. Maar dus om het helikopterzicht daarvan te houden en het overzicht, verwijs ik ook zeker naar de subsidiegids van Vleva. Kan daar ook wel een relevant instrument zijn om daar meer informatie over te geven. Dan gaan we van start met het EFRO-programma en de Interreg-programma's. Vallen onder de Europese structuur- en investeringsfondsen. De doelstelling van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, EFRO, is om de economische, sociale en territoriale cohesie te versterken en ongelijkheid tussen regio's weg te werken. En Interreg is daar dan ook aan gelinkt aan EFRO, maar dat zijn meer grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's die vanuit het EFRO ook worden gefinancierd. Zoals Kaatje daarnet had uitgelegd, is dit eigenlijk een goed voorbeeld van een gedeeld beheer door de lidstaten. Dus het zijn de lidstaten die de regio's in dit geval, zijn degene die het programma beheren. En in ons geval is dat Vlaio. En de budgetten die worden per regio verdeeld, waarbij dat er bijvoorbeeld in Oost-Europese landen, in Zuid-Europese landen, meer budget is voor EFRO dan bijvoorbeeld in Vlaanderen. De planning van in Vlaanderen, dus deze week was het lanceringsevent van EFRO en de oproepen zijn vanaf nu open, dus vanaf nu het najaar 2022. En de Interreg-programma's die lopen momenteel op verschillende snelheden. Er zijn al programma's die al hun eerste oproepen achter de rug hebben en er zijn er andere die nog moeten starten, dus dat loopt voorlopig nog op verschillende snelheden. Dan even dieper ingaan op het EFRO Vlaanderen programma. Het zet in op twee doelstellingen, namelijk SMART, dat 60% van het budget inneemt, en GREEN, dat goed is voor 40%. En binnen GREEN zijn er vier specifieke doelstellingen dat het programma op inzet, namelijk bevorderen van energieefficiëntie, het bevorderen van hernieuwbare energie, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. Het type projecten dat in aanmerking komt voor EFRO is vooral infrastructuur. Projecten, heel beperkt kunnen daar ook werkingskosten ingebracht worden, maar het is wel echt een infrastructuurprogramma. En het richt zich voornamelijk op innovatieve demoprojecten gericht op kennisvalorisatie en overdracht. Denk maar aan opleidingsinfrastructuur voor de bouwsector, doorgedreven renovaties van sociale woningen, de ontwikkeling van smart grids. In dit programma is er ook meer aandacht voor circulariteit als een brede doelstelling van het programma en ook de tertiaire sector. Het totale budget van het EFRO Vlaanderen programma is 276 miljoen euro, waarvan dat 112 miljoen specifiek is voorbehouden voor Limburg als transitieregio. 40% EU-financiering hangt ook aan EFRO, dus het kan 40% van jouw project dekken. En projecten kunnen ingediend worden door één enkele organisatie of een beperkt consortium binnen Vlaanderen. Dus met andere woorden, hier bij dit programma is geen internationale samenwerking nodig. Dan de Interreg-programma's in Vlaanderen, die kunnen we eigenlijk opdelen in drie categorieën. Namelijk de grensoverschrijdende programma's, zoals er zijn het grensregio Vlaanderen-Nederland,
Maas-Rijn en Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen. Daarnaast zijn er ook nog de transnationale programma's, dus Noordzee Regio, waarbij dat er dan moet samengewerkt worden met regio's uit Frankrijk, Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen. En het andere programma is het Noordwest-Europa-programma, waar dat er samengewerkt wordt met delen van Frankrijk, Nederland, Duitsland en Ierland. En dan zijn er ook nog de programma's die EU-breed gaan, namelijk Interreg Europe, Urbact en de Urban Innovative Actions. EFRO Interreg heeft ook, zoals EFRO Vlaanderen, wel vooral een concentratie op smart en green. Dat is samen eigenlijk altijd goed voor een 65-70% van het totale programma. Maar er zijn ook wel aanvullende invalshoeken, zoals bijvoorbeeld skills, arbeidsmarkt, duurzaam toerisme, grensgovernance zijn zo voorbeelden. Maar dat hangt dus af van programma tot programma. Die hebben allemaal eigen toetsen dat ze eraan geven. Het type projecten is een combinatie van infrastructuur en werking. Dus niet zoals bij EFRO Vlaanderen dat het puur infrastructuur is. Het is hier een combinatie met dan vooral ook een nadruk op die werking eerder. Demonstratie en disseminatie projecten vallen hier vooral onder met internationale consortia. Dus bijvoorbeeld voor Vlaanderen en Nederland moet je samenwerken met partners uit Nederland. Maar voor de transnationale programma's moet je dan al gaan samenwerken met drie regio's uit de programma. De regio's die in het programma zitten. De cofinanciering is tussen de 50% en 60%, ook afhankelijk van programma tot programma. En ik wou specifiek jullie aandacht ook vestigen op twee programma's die zeker interessant zijn voor lokale besturen. Ze zijn allemaal interessante EFRO-programma, maar deze focussen specifiek op de lokale besturen, namelijk Urbact, dat gericht is op het delen van beste praktijken tussen steden in zaken duurzame stedelijke ontwikkeling. En de European Urban Initiative, die gaat meer capaciteitsopbouw binnen steden ondersteunen en innovatieve projecten die ook bijdragen aan duurzame stedelijke ontwikkeling. Dan een kort even de timing van de projectoproepen. Dus er zijn op dit moment heel wat lopende projectoproepen of projectoproepen die er snel aan zitten te komen. Zoals gezegd, EFRO is nu eigenlijk open, de oproepen, sinds deze week. Dus open voor het najaar van 2022. Interreg Vlaanderen-Nederland gaat ook zijn tweede oproep al organiseren in het najaar 2022. En een derde zit er dan aan te komen voor 2024. Interreg Euregio Maas-Rijn, de eerste oproep wordt verwacht in 2023. Interreg Noordzee Regio gaat dan zijn tweede oproep ook al. Die staat momenteel open met een deadline op 14 november. Interreg Noordwest Europa gaat dan zijn tweede oproep openen op 14 november met een deadline op 9 februari 2023. Interreg Europe, de tweede oproep wordt verwacht in het eerste semester van 2023. En dan tot slot de European Urban Initiative gaat ook zijn oproepen openen in het najaar, in dit najaar, dus zeker in de gaten houden. Ook interessant de aankomende events van deze programma's. Dus het lanceringsevent heeft woensdag plaatsgevonden van EFRO Vlaanderen, maar er wordt ook een provinciale roadshow georganiseerd. Dus sessies in de verschillende provincies. Dus dat lijkt mij zeker interessant om voor in te schrijven. Interreg Vlaanderen-Nederland gaat zijn officiële lanceringsevent. Het programma is wel al bezig, maar ze gaan een officieel lanceringsevent doen in Genk. Op 27 september. Interreg Frankrijk, Wallonië, Vlaanderen plant zijn lanceringsevent in Mons op 17 november. En tot slot, Interreg Noordwest-Europa gaat een Project Ideas Forum organiseren in Düsseldorf op 29 november. Dus deze zijn zeker warm aanbevolen. Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij Vlaio of bij de dienst Europa van de provincies die daar ook heel veel expertise in hebben. Dus zeker als jullie een project hebben dat past binnen EFRO of Interreg, zeker eens bij hen gaan aankloppen. Dan gaan we eerder naar de centrale programma's over, dus die dat beheerd worden door de commissie zelf. En LIFE is daar de eerste van.
Dat is het programma voor Milieu en Klimaat van de Europese Commissie. Het totale budget van het programma is 5,4 miljard. En het is onder te verdelen in 4 subprogramma's. Natuur en biodiversiteit, circulaire economie en levenskwaliteit, klimaatmitigatie en adaptatie en schone energietransitie, waarbij dat we nu vandaag wat dieper gaan ingaan op die 2 laatste. Wij zijn vanuit VECA zijn wij ook nationaal contactpunt, Vlaams contactpunt, voor die 2 laatste, dus klimaatmitigatie en schone energietransitie. Dus als jullie daar interesse in hebben, kun je altijd bij ons terecht. Het Life Clean Energy Transition subprogramma dan is eigenlijk een nieuw subprogramma sinds deze programmaperiode. Het komt eigenlijk over van de Horizon 2020 en meer bepaald de energie-efficiëntie-calls die daar voor 2021 in zaten. Het Clean Energy Transition subprogramma is vooral gericht om op de markt en in het regelgevend kader de energietransitie mogelijk te maken. En de focus ligt hier wel op de niet-technologische aspecten, zoals bijvoorbeeld marktintroductie, doorbreken van marktbarrières, demonstratie van nieuwe modellen, beleidsontwikkeling, ontwikkeling en uitrollen van best practices en ook empowerment van de burger. Het totaalbudget van dit subprogramma is 1 miljard euro, dus voor de periode 2021 tot 2027. Cofinanciering ligt vrij hoog, dus op 95%. En het gaat hier om zogenaamde coordination and support actions, waarbij er strikte gedetailleerde beschrijvingen zijn en projecten worden ingediend door grote internationale consortia met partners uit verschillende sectoren. De regel daarbij is dat het minstens 3 verschillende partners uit 3 verschillende lidstaten moeten zijn. Maar in de praktijk zien we dat dat wel over grotere consortia van een tiental partners gaat. De timing van de huidige oproepen is dus, er is momenteel een oproep open. De oproepen zijn open tot 16 november 2022. En dan kort nog over het Life Climate Change subprogramma. Heeft ook een totaalbudget van 950 miljoen euro. Cofinanciering ligt hier wel wat lager, op 60%. En de jaarlijkse oproepen van het Life Climate Change programma komen altijd hetzelfde terug en hebben 3 onderwerpen. Klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en klimaatgovernance en informatie. Het gaat hier over standard action projects. Dus brede projectoproepen, dus een projectoproep voor klimaatmitigatie waar dat eigenlijk heel veel onder kan vallen. En er is hier ook geen vereiste voor internationale samenwerking, ook een verschil met dan het Life Clean Energy Transition subprogramma. De oproepen zijn dus breed, dus klimaatprojecten, maar ook energieprojecten die niet onder het Life Clean Energy Transition subprogramma vallen, kunnen hieronder. Het gaat dus zeer breed, dus qua onderwerp kan er van alles, bijvoorbeeld F-gasreductie, stedelijke mobiliteit, carbon capture en utilization, maar ook qua type project, beleidsontwikkeling, piloot, demonstratie, uitrol, opschaling, capaciteitsopbouw. Het kan eigenlijk heel veel. De timing van de huidige oproepen zijn dus ook een huidige oproep die loopt, maar de deadline is wel iets vroeger, dus 4 oktober 2022. Maar de oproepen komen op jaarlijkse basis terug, dus als dit te kort dag is voor jullie, kunnen jullie altijd kijken naar de oproepen van volgend jaar. Horizon Europe dan, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie met een groot budget, een van de grootste programma's van de EU, 95,5 miljard met een cofinanciering die kan oplopen tot 100%. Het Horizon Europe programma bestaat uit 3 pijlers, Excellent Science, dat vooral gericht is op fundamenteel onderzoek, de Global Challenges, waar dat steun wordt gegeven aan collaboratieve onderzoeks- en innovatieprojecten, en tenslotte Innovative Europe, dat baanbrekende innovatie steunt en naar de markt wil brengen. Het contactpunt voor dit programma is het NCP Flanders, dat beheerd wordt door het FWO en het FLAIO. Dus als jullie vragen hebben over dit programma, kun je zeker bij hen terecht. Even de structuur van Horizon Europe gevisualiseerd. Dus die pijler 1, Excellent Science, is dus minder interessant voor lokale besturen, omdat het eerder gericht is op onderzoekers
En dus beurzen voor baanbrekend onderzoek, fundamenteel onderzoek en ook voor mobiliteit van onderzoekers. Die pijler 2 is wel interessanter voor jullie. Dat is dus collaboratieve internationale onderzoeksprojecten en innovatieprojecten die gericht zijn op het aanpakken van wereldwijde uitdagingen. Bijvoorbeeld, zoals dat jullie kunnen zien, climate, energy en mobility is er eentje van. Pijler 3 is ook iets minder interessant voor jullie. Dat is vooral voor baanbrekende innovaties en steun voor innovatieve KMO's. Dus de relevantie van Horizon Europe voor lokale besturen even samengevat. Dus binnen die cluster 5 Climate, Energy en Mobility zijn er dus wel mogelijkheden. Bijvoorbeeld een stad kan eventueel aansluiten als een proeftuin voor een bepaald onderzoeksproject, een collaboratief onderzoeksproject. De missies is ook wel interessant om te vermelden. Dat is nieuw sinds deze programmaperiode. Is om concrete acties te doen, om concrete oplossingen te vinden voor globale uitdagingen. Er zijn er 5 gedefinieerd, waarvan dat er eentje de Climate Neutral and Smart Cities Mission is. En het concrete doel hierbij is om 100 klimaatneutrale steden te hebben tegen 2030. Antwerpen en Leuven maken daar deel van uit en er worden ook wel af en toe calls gepubliceerd rond deze missie die ook wel interessant kunnen zijn. En dan tot slot de partnerschappen. Dat zijn eigenlijk programma's die gelinkt zijn aan het Horizon Europe programma, maar die er komen via een samenwerking tussen enerzijds de Europese Commissie, maar ook de industrie en of nationale agentschappen. En die Driving Urban Transitions wou ik wel zeker vermelden, omdat deze wel gericht is op de groene transitie in steden. Dus zeker interessant voor jullie. En ook een warme oproep om jullie in te schrijven voor het Vlaams lanceringsevent voor dit partnerschap op 23 september. Dan een vijfde programma dat we nog willen bespreken is het European City Facility. Het European City Facility wordt gefinancierd vanuit het Horizon 2020 programma, dus de voorloper van Horizon Europe. Het is een concreet voorbeeld van de zogenaamde cascade funding, waarbij de European City Facility eigenlijk een project is dat heeft ingediend voor een call in Horizon, maar de subsidies die stromen door naar in dit geval lokale besturen. Dus het is specifiek gericht op lokale besturen. Hier is ook geen internationale samenwerking vereist. Je kan dus als lokale bestuur alleen indienen of als een groepering van lokale besturen. Het European City Facility geeft subsidies van €60.000 voor de ontwikkeling van investeringsconcepten die gelinkt zijn aan lokale energie- en klimaatplannen, dus voor acties die daarin gedefinieerd zijn. De vierde oproep en de voorlopig laatste oproep staat momenteel open met een deadline op 30 september, maar geen nood als dit te kort dag is. Het programma wordt ook verder gezet onder live set. Daar kan ik op dit moment niet veel meer over vertellen, maar naar verwachting zullen er wel nieuwe calls zijn in de loop van 2023. Maar jullie kunnen ook al op de website van de EU City Facilities gaan kijken wat dat juist inhoudt met dan het oog op dan de volgende programmaperiode. En tot slot dan nog de European Local Energy Assistance, oftewel het ELENA-programma, is een programma van de Europese Investeringsbank, de EIB. En het geeft meer bepaald technische assistentie voor investeringen in energieefficiëntie en hernieuwbare energie. De inhoudelijke focus is op gebouwen en stedelijk vervoer. En het ELENA steunt ook projecten gelinkt aan investeringsprogramma's van minstens €30 miljoen. Dus het geeft dan subsidies om die technische assistentie mogelijk te maken als de investering minstens €30 miljoen is. En dat kan bijvoorbeeld zijn in domeinen zoals energieefficiëntie in residentiële en niet-residentiële gebouwen, hernieuwbare energie die geïntegreerd zijn in gebouwen, straatverlichting, districtverwarming en smart grids. Hier zijn ook geen vereisten voor consortium, dus je kan eigenlijk als stad alleen of gemeente
alleen indienen of met een consortium, een beperkt consortium, maar je hoeft ook geen internationale. Dat is soms een plus, maar het is geen vereiste van dit programma om internationaal te gaan samenwerken. Het programma werkt ook met een first come, first served basis. Dus je kan eigenlijk, als je nu al een project hebt dat hiervoor in aanmerking zou kunnen komen, kan je gewoon contact opnemen met de EIB en aftoetsen of dat het project wel voor Elena in aanmerking komt en zo het project de aanvraag starten. Ziezo, dat was eigenlijk in een snel tempo een overzicht van de belangrijkste EU-financieringskanalen voor jullie. Ik weet dat veel informatie is. De informatie wordt ook wel achteraf gedeeld met jullie, maar neem het op jullie gemak op het werk even door. En als er dan vragen zijn, dan beantwoord ik die graag nu straks tijdens de Q&A of als er daarna nog vragen opborrelen, mogen jullie mij zeker ook contacteren via onze telefoonnummer of e-mailadres. Voilà, dan geef ik graag terug het woord aan Leen. Dankjewel Simon voor het heel heldere overzicht van al die EU-subsidies. We gaan nu even naar de praktijk gaan kijken hoe een aantal lokale besturen daarmee omgaan. En daarom ga ik het woord geven aan Hilde uit Sint-Truiden. Hilde, je mag je scherm delen. Okay. Goedemiddag allemaal. Ik ben Hilde Hendricks van Sint-Truiden. Ik heb al heel wat jaren achter de rug mijn lokale overheid en ik ben heel lang diensthoofd toerisme geweest, daarna directeur vrije tijd en lid van het managementteam. En nu ben ik dus subsidioloog sinds anderhalf jaar. Ik heb vanuit het verleden eigenlijk wel altijd wat rond subsidies gewerkt. Heel veel collega's denken aan subsidies, gewoon geld vragen. Het is heel simpel, absoluut niet het geval. Dat is een heel complex geheel. Maar het is altijd, ik weet niet hoe belangrijk geweest om hele mooie ideeën gerealiseerd te krijgen en te zorgen dat er toch wel iets zou kunnen groeien. En ik heb nu zo het gevoel dat ook wel heel dikwijls wij er langs grijpen. Maar er is enorm veel aanbod. Vlaamse mogelijkheden, federale mogelijkheden, Europese mogelijkheden. En het is soms echt wel moeilijk om door het bos de bomen te zien. Ik gebruik daar recent een programma voor. Daar zal ik straks kort nog iets over zeggen. Omdat dat wel handig is om heel vlug te zoeken. Nu, ik heb al gezegd, we hebben al wat dingen gedaan in het verleden. Een eerste EFRO-project was ooit de ontsluiting van een toren. Maar heel veel wandelingen zijn gesignaleerd of innovatieve toepassingen op wandelingen. Onthaalcentra zijn meestal met Vlaamse middelen, dan niet dadelijk Europese middelen. Maar ook Europese kleine projectjes van Leader in het verleden. Ik had zijn van een mooie verrekijker ergens te zetten tot een interactieve educatieve speeltuin of een project dat wat ruimer gaat samen met heel wat partners. Dus we hebben zo wel wat dingen in het verleden gedaan. En van daaruit is ook dat ik dus gevraagd ben om, daar ga ik ook overslaan, om dus echt mij nog alleen nog maar met subsidies bezig te houden. En dus heel horizontaal, dat wil zeggen voor alle sectoren in de stad. Nu, ik heb zo het gevoel dat dat wel heel moeilijk ook is, want ik heb dan wel heel veel ervaring, maar ik ben in de ene dag inderdaad bezig met een aanvraag voor een European Facility programma rond warmtezoneringsplannen en de andere dag ben ik bezig met e-inclusie. En dus ik ben met heel veel ruime dingen bezig. Dus toen ik begonnen ben, heb ik dan eigenlijk ons taken, of mijn takenpakket, want ik ben alleen dus, uitgeschreven. En het eerste is eigenlijk dat ik eigenlijk alles screen wat er mogelijk is op Europees, Vlaams, Federaal subsidielandschap. En die kennis deel binnen de organisatie. Met het college, met het managementteam en met de mogelijke betrokken diensten. Ik ben ook constant eigenlijk bezig met ons strategisch en operationeel beleid te screenen in het licht van die mogelijke subsidies. En ja, dat verandert alles. Er zijn budgetwijzigingen en dat kan zijn dat iets eens wel een prioriteit is, dan weer niet meer. Maar je zit daar wel al misschien 2-3 maanden mee bezig om daar eventueel een subsidiedossier voor te schrijven. Dus het is eigenlijk wel constant een opdracht. Ik ben dus als
de redacteur Cipsilogie wel op een voldoende hoog niveau gezet, dat ik op alle informatie toegang heb, want als je dat niet hebt, is dat bijna een onmogelijke zaak. Dus ik beheer zo'n beetje die kennisdatabank, wat er allemaal is van interessante oproepen, en ben constant bezig met dat te vertalen naar onze organisatie. Ik trek dat van in het begin collega's bij, ik mail hen, want ik heb eigenlijk heel lang niet geloofd in mijn eigen functie in die zin, omdat ik denk dat de beste subsioloog een diensthoofd is of iemand die echt achter dat project staat, de projectleider zelf. Hè. Maar het was dus wel nodig dat er een beetje iemand horizontaal meer werkte en organisatiebreed, wat ik dan nu toch doe sinds anderhalf jaar. Maar ik ben eigenlijk constant met de diensten bezig, met hen te praten, met hen teksten op te stellen, hun ideeën uit te werken en te zien of een idee kan omgezet worden in een subsidiedossier. We gaan dat dan verkopen intern aan alle mogelijke betrokken partners, niet alleen het managementteam, maar ook het college. En dan samen gaan we eigenlijk het aanvraagdossier opmaken, samen met de projectleider. En ik volg het eigenlijk op tot aan de goedkeuring, zou ik zeggen, maar eigenlijk ook dikwijls nog langer. Als dat de eerste keer is dat zo iemand een dossier moet in de praktijk trekken, zal ik zo wel eens helpen om hun rapporteringsrapporten op te stellen of hoe men juist moet declareren, want dat is voor iedere instantie anders, niet simpel. Nu, dat heb ik al verteld. Ik ben daarbuiten ook nog een beetje bezig met ons eigen ondersteuningsbeleid. Dat wil zeggen, alle ondersteuningsprogramma's die er zijn, ga ik een beetje actualiseren of ontwikkelen. We hebben een belangrijke investering, reglement voor ondersteuning voor niet-gemeentelijke infrastructuur. Dus daar ben ik ook mee bezig om dat te actualiseren, om die aanvragen te behandelen. En ook het ondersteuningsbeleid voor verenigingen. Maar eigenlijk, dat is bijkomstig. Dus ik begin als subsidioloog. Wat doe ik? Ik screen alle projecten. Ik probeer ze in elkaar te brengen, in een kaart te brengen. En te kijken, ja, waar kunnen we daar iets mee doen? Zijn daar dossiers voor mogelijk? Zoals al net gezegd werd, ik bekijk onderdelen ervan. Wat kunnen we allemaal in het Kopenhagenplan zetten? Ja, misschien kunnen we dat er ook nog bij zetten. Ah ja, want nu is dat ook mogelijk. Er zijn dus gewoon eigenlijk alles heel goed in kaart brengen. Dat is eigenlijk een van de eerste dingen die ik dan vorig jaar gedaan heb. Dan heb ik eigenlijk het college laten goedkeuren. Dat, kijk, die subsidies gaan we in ontwikkeling brengen. Die ga ik voorbereiden met partners. Die zal ik opvolgen. Om voor mijn eigen ook te zien, waar moet ik bezig zijn? Want ik steek soms heel veel tijd in heel kleine dossiers. Die heel arbeidsintensief zijn. Waardoor ik niet genoeg tijd heb voor de belangrijke grote dossiers. Dus ik moet dat evenwicht ook nog elke dag vinden. Ik ben dan recent begonnen met alles een beetje in te kaderen rond onze grote beleidsthema's. En ik heb nu twee manieren waarop ik rapporteer aan het beleid. Het beleid heeft graag zo een beetje een grafische manier. Hè, want ik heb ook Excel, maar dat is altijd moeilijk voor hen om te lezen. Hè. Dus ze rapporteren ook zo binnen thema's. Kijken van, ja, we zijn nu rond klimaat bijvoorbeeld. Ja, jaarlijks krijgen we een betoelaging voor het klimaatactieplan. We hebben ook eens ooit een dossier, een coaching traject voor mooimakers ingediend. Ik heb nu een dossier goedgekeurd met PDPO herstelfonds, Europa herstelfonds, vond een trage wegen. En ben nu bezig met het European City Facility Plan, deels in het Engels, deels in het Nederlands, samen met de stad Beringen een aanvraag te doen. Maar er zitten ook nog andere projecten waarmee ik bezig ben, die zeker met klimaat te maken hebben. Dat zijn alle stadsvernieuwingsprojecten waar er oproepen voor zijn. Het draait allemaal rond klimaatactieplannen en acties in ons klimaatactieplan, meer en meer eigenlijk wel. Dus dit is een meer manier waarbij ik op een meer visuele manier rapporteer. Groen is goedgekeurd of lichtgroen is in uitvoering. Oranje is een opmaak. Geel is een opmaak, excuseer. Oranje is ingediend. Daar hopen we dan goed nieuws van te krijgen. Ook heel dikwijls, dat ziet je ook, dat er staat niet ingediend dat je aan een dossier werkt en dat je uiteindelijk het ook niet indient, omdat er niet genoeg draagkracht is intern en omdat er keuzes moeten gemaakt worden. Dus dat zijn eigenlijk de dossiers waarmee ik bezig ben en die ik dan ook, waar ik zo één keer per maand update ik dit wel, opdat ik dat kan rapporteren aan het MAT en het college. Ik gebruik het programma Subsidie Manager. Voor mij is dat vooral een zoekfunctie. Ik geef daar het woord fietsen in en ik krijg de 11 subsidieringsmogelijkheden voor fietsen. En dat is eigenlijk wel heel handig. Maar ik ga altijd verder vanuit hun programma naar de bron
omdat ik toch altijd wel graag met de bronprogramma's werk. Dus dan van daaruit ga ik naar Vlaanderen, naar Europa, naar alle programma's die er zijn. Ik gebruik het voorlopig iets minder om te beheren, maar wel als rapporteerfunctie. Je kan daar dus alles in geven en ik exporteer geregeld, maar dan geef ik dan nog wat kleur. Dan verwijs ik het college daarna als ze het in het lang en breed willen lezen. Maar soms hebben zij liever zoiets like dit, zodat ze dat heel, heel grafisch voorgesteld zien natuurlijk. Hè. Maar ik ben bijna erdoor. Het laatste wat ik je wil zeggen is eigenlijk... er zijn heel veel projectideeën die je ook nog gelijktijdig moet opvolgen. Je bent bezig met als subsidioloog met heel veel dossiers samen te stellen, in te dienen. Maar je moet eigenlijk altijd heel kort bij je aanmeldingsfiches hebben liggen. In Limburg nu bijzonder was dan de voorbereiding vorig jaar met Salk Turbo. Was een matchingplatform wat eigenlijk heel goed werkte. Waar je al je ideeën kon ingeven en kon aanmelden van ja, daar wil ik partner zijn, daar wil ik trekker zijn. En met die ideeën is men dan verder gegaan en hopen wij dat wij ooit opnieuw terug gecontacteerd zullen worden om interessante dingen te kunnen doen. Ik heb eigenlijk het gevoel dat, dat Salk Turbo voor ons, voor Limburg, natuurlijk iets heel belangrijk is. Hè. Op een bepaald moment heb je daar weinig vat nog op en gaat daar een stukje zijn eigen leven leiden en hoop je dat daar nog een return voor u zal komen. Gelijktijdig gebruik ik ook de subsidiegids van met alle Europese projectoproepen, omdat dat nu heel belangrijk is. Hè. De Vlaamse oproepen die komen ons ook altijd wel via... De minister stuurt een brief naar alle algemene directeurs en de algemene directeur stuurt dat nog een keer van u verder. Die komen zo nog heel klassiek terecht. Wat de Europese projectoproepen betreft, moet je het nog zelf ook heel veel tijd in screenen steken. Maar die aanmeldingsfiches zijn heel belangrijk. Ga die ook bespreken met uw provinciale contactpersonen. Ik was eigenlijk heel verrast als ik dan bekijk. Ik ben al meer dan 30 jaar ambtenaar. De eerste EFRO-programma's, ik zag die mensen nooit. Hè. Die kwamen niet naar Sint-Ruiden. Nu hebben wij eigenlijk veel meer contact via mail, via Teams. En dat is eigenlijk wel heel interessant. Dat is heel erg leerrijk. Je weet heel vlug stadium van, is dat een project waar je nog verder moet aan werken of niet? Je doet ook ideeën op. Je krijgt inspirerende voorbeelden, waardoor je zelf kunt screenen. Oké, ik denk toch wel dat we in aanmerking kunnen komen. Ook heel erg belangrijk voor uw eigen is, speel niet zelf te veel trekker, maar ga zoeken waar je wagonnetje kunt aanhangen. Ik heb zo'n Vlaams voorbeeld. We hebben ooit zelf ingediend bij gemeente zonder gemeentehuis. We hebben uiteindelijk naar gekozen om ons wagonnetje overal aan te hangen en dan gaan we eigenlijk meer return op krijgen. Samenwerken is daarom heel erg belangrijk en zeker op Europees vlak. Dus de mensen die er zijn om u te helpen, om contacten te zoeken, meld uw projecten en zorg dat zij ze ook hun op de bureau hebben liggen, digitaal natuurlijk, om te kijken of er misschien internationale partnerschappen mogelijk zijn. Een Interreg-project trekken, dat is echt niet simpel. En dan hang ik graag mijn wagon aan een goede trekker elders. En daar kan je soms veel meer mee bereiken. En ja... Dat was zo'n beetje mijn verhaal. Ik hoop dat ik u wat interessante dingen heb verteld. En bedankt om even naar mij te luisteren. Dankjewel, Hilde. Dat was voor ons zeker interessant, jouw verhaal uit Sint-Ruiden. Dan gaan we nog voor een laatste praktijkvoorbeeld naar Edegem. En dan zou ik aan Wim willen vragen om zijn scherm te delen. Wim, jouw microfoon staat niet aan. Ik denk nu wel. Ja, kunnen jullie mij horen? Ja, nu wel. Oké, ja, we hebben een technische hapering. Ik ben dus Wim de Geest van het lokaal bestuur Edegem. Ik ben beleidsmedewerker duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en ook subsidiemanager. En ik ga jullie meenemen in praktijkvoorbeeld van twee projecten. Het eerste is Demi Moore en het tweede heet Voedsel en Dorp. Demi Moore is al een ouder project. Is in samenwerking met het Kempens Landschap, het Agentschap Natuur en Bos en de provincie Antwerpen, belangrijke partner ook voor ons, want is al ook in het tweede project of heeft ook in het tweede project een duidelijke rol opgenomen.
Het is in 2015 gestart en het is in de vorige presentaties ook al aan bod gekomen, zo'n Interreg samenwerking. Nu, in 2015 ging het in de eerste plaats om energie-efficiëntie en hoe dat je dat ook kan meten met dan een duidelijke nadruk op innovatie. En vandaar dat je dus Demi Moore krijgt, met een knipoog wellicht naar de Amerikaanse actrice. In ieder geval, het project dat wij hebben geselecteerd gaat over Hof ter Linde. Ik zal zo meteen ook foto's laten zien. Hof ter Linde is een kasteeldomein. Het was een privé domein, maar is overgekocht door de gemeente Edegem. En zoals dat gaat met erfgoed, is het niet altijd evident om dat duurzaam te verbouwen. En omdat je met het duurzaam behoud ook ziet van je erfgoed zelf. Dus dat is een grote uitdaging. Maar als je dat operationeel wil maken, als je dat terug een plek wilt geven in je maatschappij of in je economische realiteit, dan moet je dat van verschillende perspectieven kunnen bekijken. En het vergroten van energie-efficiëntie en CO2-reductie moet dan hand in hand kunnen gaan met dan die exploitatie. En eigenlijk spreek je dan ook over een herbestemming. Nu in 2015 zaten we nog niet met de energiecrisis die we vandaag wel kennen. Maar toen was ook al duidelijk natuurlijk dat om die klimaatdoelstellingen te behalen, dat het belangrijk is om daar maximaal op in te zetten. En daarom dat het domein Hof ter Linde, dus niet enkel het kasteel, maar ook de koetshuizen en het park eigenlijk in het algemeen, als demonstratieproject werd opgericht. En daarvoor was een speciaal ontwikkelde isolatie nodig, die we eigenlijk onder het pleister van de buitenmuren van de koetshuizen in de eerste plaats zouden moeten aangebracht hebben en is intussen ook gebeurd. Om dus maximaal dat erfgoed te beschermen en aan die regels te voldoen en uit voldoen beter. En uiteraard willen we ook ons erfgoed in Edegem op een correcte manier bewaren. En dat maakt ook duidelijk dat dat innovatieve deel van het project Demi Moore daarmee ook beantwoord werd. Het gaat over een totale subsidie, of het ging over een totale subsidie van €400.000. Gespreid over 2 jaar. En dan in samenwerking met onze partners, maar ook Kempens Landschap, die eigenlijk de trekker was van het project. En dat is meteen toch ook al wel een antwoord op wat collega Hilde daarnet zei. Als kleine gemeente, Edegem heeft 22.000 inwoners, is het wel belangrijk om op zoek te gaan naar partners waar je wagonnetje kan aanhangen. Want wij hebben niet de slagkracht, zeker niet van een stad als Antwerpen of andere grote steden in Vlaanderen. Maar ook kleinere steden gaan vaak op zoek naar een locomotiefje. Dat hebben wij ook gedaan en dat helpt dan wel om projecten, grote projecten, gerealiseerd te krijgen. Dit is het koetshuis, een van de twee. Ze zijn identiek, ze zijn symmetrisch gebouwd. Dat was voordat het project van start ging. Nu is daar in beide koetshuizen is er horeca. Er is een brasserie, Hof ter Linde, waar je aan familiale prijzen kan dineren. En aan de overkant is er een duurzaam restaurant, Stable heet dat, waar dat er dan gemikt wordt op een andere doelgroep. Wat toch wel geeft dat het economisch rendabel kan zijn en dat mensen vanuit heel Edegem en daarbuiten uiteraard kunnen komen genieten van het domein en nadien ook iets kunnen eten of drinken. Dat is een eerste project, demonstratieproject. Het is een geslaagd project. Het smaakte naar meer. Terwijl we bezig waren, in 2015, het is ondertussen 2022, hebben we niet stilgezeten en hebben we samen met de provincie Antwerpen een tweede project uitgewerkt. En uiteraard geleerd vanuit Demi Moore en andere subsidieprojecten die we hebben lopen. En het is een project, het heet Voedsel en Dorp. En het sluit aan op het domein van Hof ter Linde. Want Hof ter Linde heeft ondertussen een masterplan. En dat masterplan dat omvat niet enkel het domein Hof ter Linde, maar ook nog het Fort 5 in Edegem, een van de forten ooit gebouwd
om in de Eerste Wereldoorlog te dienen, maar was toen al verouderd en heeft eigenlijk nooit de functie waargemaakt om dan de koning te beschermen die zich zou terugtrekken in Antwerpen. Dus dat is ook heel wat erfgoed in de provincie Antwerpen waar iets mee gedaan kan worden. Ook de buurgemeenten zetten daarop in. Bijvoorbeeld in Mortsel heb je een theaterfestival dat in dergelijk fort doorgaat. Wij pakken het anders aan. We hebben ook een grote populatie van vleermuizen die Europees beschermd zijn, waar we rekening mee moeten houden in dat fort en de gebieden daar rond. Nu specifiek voor voedsel en dorp gaat het over een veld dat jullie links kunnen zien. Het is een voormalig rugbyveld. Het is al enkele jaren niet meer in gebruik, dus het is helemaal begroeid nu. En het rugbyveld, de rugbyclub beter, is verhuisd naar Wilrijk. Dus daar ligt eigenlijk 2 hectare recreatieve landbouwgrond, zo is het ingekleurd op de kaart, te wachten om een invulling te krijgen. En met de ervaringen die we hebben opgedaan, zijn we van plan om daaraan stadslandbouw te doen. Nu, de provincie Antwerpen heeft ons geholpen met de projectaanvraag. En het is ook een Europese subsidie die erbij komt kijken. En het is Rurant VZW, specialist in landbouwontwikkeling, die ons begeleidt enerzijds in de teeltplannen en dergelijke, maar anderzijds ook in het participatietraject om actoren op het spoor te komen waar dat we misschien wel aan denken, maar niet goed weten hoe dat we die bij zo'n project kunnen betrekken. En rechts zien jullie nog de intussen bijna door de natuur teruggenomen rugbykantine die gesloopt zal worden. Want helaas kunnen we die niet meer recupereren. Even toespitsen op de financiering. Het gaat over 65% via het autonoom provinciebedrijf en het Provinciaal Secretariaat voor de Europese Structuurfondsen, wat dan de afkorting geeft van APB-PSES. En 35% dan de Europese subsidie specifiek. En dan hebben we ook nog een eigen budget in Edegem, de cofinanciering, die zich richt op het klaarmaken van het terrein en grond- en zeefwerken, eventueel sanering als dat nodig zou zijn. We zitten nu in de fase dat we volop die grond aan het klaarmaken zijn om er op te kunnen telen, maar daar kom ik zo meteen op terug. En zoals tegenwoordig denk ik in elk subsidiedossier is cofinanciering belangrijk en moet je kijken van welke mogelijkheden er zijn en waar Edegem in dit geval zelf kan dragen. In dit project mogen we ook nog een bijdrage leveren via het eigen personeel, dus hoe dat de diensten samenwerken. Maar als je over die technische zaken vragen hebt, daar kan ik dan misschien beter later eens op terugkomen, want dat zou ons te ver leiden. Maar er zijn wel wat mogelijkheden om dat verder uit te werken. Dan het doel is stadslandbouw in het centrum van Edegem. En om dat te kunnen realiseren heeft de Universiteit Antwerpen een keuzewijzer eetbaar groen gemaakt. Dat is eigenlijk een tool, zoals je ook een voedingsschijf hebt en een voedingspyramide, maar dan toegespitst op een stuk landbouwgrond en hoe dat je dat eigenlijk kan of moet klaarmaken om binnen een verstedelijke context aan landbouw te doen. Nu 2 hectare, dat lijkt misschien veel en voor zo'n nieuw demonstratieproject of pilootproject is dat zeker voldoende, maar het is niet evident om daaraan commerciële landbouw te doen. Plus het RUP en het uitvoeringsplan laat dat ook niet toe om daar puur aan commerciële landbouw te doen. Dus het moet sowieso in een samenwerkingsverband zijn met maatschappelijk belang. Dus daarvoor dat belangrijk is om dat participatietraject niet alleen enkel met de buurtbewoners te doen, maar ook met actoren die sociale tewerkstelling aanbieden. En dat is exact waar Rurant voor ons heeft klaargespeeld intussen. Die hebben eerst een stuurgroep opgericht met dan een werkgroep
omdat het niet altijd evident is om met een vijftigtal mensen te vergaderen. Ondertussen zijn die groepen kleiner geworden. Is er een systeem dat er ook vlot wordt teruggekoppeld via online toepassingen en dergelijke, om iedereen mee te krijgen in wat is nu eigenlijk de bedoeling, hoe gaan we die keuzewijzer van die Universiteit Antwerpen testen? En ook de Odyssee Hogeschool werkt intussen mee met studenten die als eindwerk een teeltplan hebben opgemaakt. En dan nu zijn we aan het bekijken met de partners hoe dat we dat teeltplan kunnen uitvoeren. Ondertussen zijn onze diensten en een aannemer die we dan via de gebruikelijke aanbestedingsregels hebben moeten zoeken bezig om het terrein tegen de winter klaar te hebben. Dat alle issues van bodemstalen en dergelijke achter de rug zijn. En dan kunnen we in 2023 beginnen met effectief het teeltplan uit te voeren. Dat er ook gewassen kunnen groeien die dan op langere termijn uitsluitsel moeten geven van oké, is het idee zoals we het nu hebben rendabel? Krijgen we voldoende opbrengst van die teelten? Als er een horecapartner aan de slag gaat, kunnen die producten, die seizoensproducten, dan ook verwerkt worden? Stel dat je pannenkoeken wil aanbieden. Kan je daar dan bijvoorbeeld bessen die op dat stuk landbouwgrond groeien, bij Voedsel en Dorp groeien, plukken en mee aanbieden bij die pannenkoeken? Dus heel concrete ideeën waar we nog vragen over hebben, waar wij in geloven dat dat mogelijk is. Te meer omdat er naast de site ook een woonzorgcentrum is, waar mensen verblijven, die familie op bezoek krijgen en dan met dat bezoek ook daar zouden kunnen genieten van samen plukken, samen consumeren. Nu, daar zijn nog wel een aantal andere uitdagingen. Het terrein is nog niet toegankelijk voor mensen met mindere mobiliteit en dergelijke. Maar we willen nu eerst kijken, wat zijn de resultaten van het pilootproject? Zijn die positief? Ja, dan kunnen we natuurlijk bekijken van, kunnen we dat verder uitrollen zoals we dat in gedachten hebben? Kunnen we dat toegankelijk maken voor bijvoorbeeld die bewoners van het woonzorgcentrum? En ook daar, de kiemen voor een nieuw project zijn al aanwezig. Dan moeten we ook opnieuw op zoek naar financiering. Maar we zitten niet stil. Met dat in het achterhoofd zijn we al aan het uitzoeken hoe dat we dat eventueel zouden kunnen financieren. De provincie Antwerpen is daar een belangrijke partner in, te meer omdat die ook een dienst hebben die zich met Europese subsidies bezighouden. Dus voor alle gemeenten of medewerkers van gemeenten die nu luisteren en heel veel ideeën hebben en zin hebben om iets te doen, ik denk dat Edegem laat zien dat het kan. Laat u zeker niet afschrikken. Ik heb vandaag een heel positief verhaal gebracht, maar weet dat wij ook al gevloekt en gezwoegd hebben om tot hier te komen. Dat is misschien ook interessant om eens mee te geven, maar je mag mij altijd contacteren, want ik ga hier afronden zodat ik netjes binnen de tijd blijf. En dan rest het mij enkel nog jullie te bedanken voor jullie aandacht. Dit is voor alle duidelijkheid nog geen resultaat van Voedsel en Dorp, maar van een ander stadslandbouwproject om toch te kunnen eindigen met een foto vol gewassen. Dank jullie wel. Dankjewel, Wim. Ik denk dat je inderdaad wel wat mensen zal geïnspireerd hebben. Ik ga even over naar de vragen, want er zijn er ondertussen wel een aantal in de chat binnengekomen. Misschien een eerste vraagje. Het is wel al aan bod gekomen tijdens de presentatie van onder andere Hilde. Maar misschien, want ik had ook begrepen, Wim, dat jullie ook met subsidiemanager werken. Een vraag die daar rond is binnengekomen. Als kleine gemeente hebben ze geen subsidioloog zoals Centruiden dan heeft. En die vraagt zich dan af, subsidiemanager, of dat een goed alternatief is en of dat er daar ervaringen mee zijn en hoe accuraat dat is. Ik weet niet of jij daar nog iets wil aan toevoegen aan hetgeen Hilde daarover verteld heeft. Ja, ik wil er gerust iets aan toevoegen. Nu, wij gebruiken dat in de eerste plaats ook als een zoekrobot. Nu, de grootste uitdaging was collega's meekrijgen in het gebruik van zo'n subsidiemanager. Waarom? Ja, het is onbekend, of het was toch voor ons in ieder geval onbekend. En voor veel mensen is het er weer iets dat erbij komt.
Dus ik heb het eigenlijk van onderuit laten opbouwen en mensen, zowel door de uitgever van de Broelen en mezelf, korte infosessies gegeven om mensen op weg te helpen met die subsidiemanager. En ik merk dat het nu wel gebruikt wordt als een zoekrobot. En ik probeer nu ook, we zijn er een tijdje mee bezig, in kaart te krijgen van wie het nu effectief gebruikt en welke subsidies daar nu uit voortkomen. Want zoals Hilde er straks ook zei, de meeste mensen gaan terug tot aan de moederbron van de subsidie. Maar als je het dan niet registreert in de subsidiemanager, moet ik het natuurlijk apart bevragen bij de collega's dat ze effectief op de subsidie zijn ingegaan. Of ik merk het pas later in het proces bij de besluitvorming, als ik het zie passeren, als ik een advies moet geven aan het college. Maar dat vind ik persoonlijk nogal laat in het proces. Als er dan nog moet bijgestuurd worden of er zijn problemen, dan weet ik dat natuurlijk liever vroeger. Voilà. Oké, dankjewel. Even terug naar vragen die meer betrekking hebben op het begin van de sessie en dan vragen heel specifiek meer voor Kaatje. Hier wordt gevraagd, het gaat hier over de opmaak van een dossier natuurlijk, hè. Of dat hoeveel werktijd daar zou minstens moeten voor voorzien worden. En dan een bijvraag daarbij, hoe groot is de kans dat dat project goedgekeurd wordt? Kaatje, ik weet niet of ik die vraag aan jou mag geven. Ja, geen probleem. Dus een vraag waar dat er eigenlijk geen eenduidig antwoord op is. Ik denk naar voorbereiding toe dat je sowieso altijd met een paar maanden voorbereidingstijd zit. Uiteraard, ik denk wat dat Hilde gezegd heeft van eigenlijk liggen in Sint-Truiden al een paar projectideeën klaar. Dat dan een belangrijke stap is, dat je gewoon eens binnen je bestuur nadenkt. Dat is iets waar dat we in die opleiding ook op gehamerd hebben. Eigenlijk moet je in je schijf, gewoon in je schijf, wat projectconcepten, en dat hoeft maar een A4'tje te zijn, klaar liggen hebben, dat je weet van als er een call komt, dan kunnen wij daarop indienen. Het moment dat een call open gaat, die staat meestal een aantal maanden open, zoals bij EFRO, die zijn deze week gelanceerd, staan open tot eind januari. En dan hangt het er een beetje vanaf in welk programma bijvoorbeeld je wil gaan indienen. In een internationaal partnerschap ga je uiteraard veel meer tijd steken in de afstemming dan bij een dossier dat je alleen kan gaan indienen. Je zit daar ook met de taal bijvoorbeeld, dat meestal in het Engels is, dus dat gaat een rol spelen. Hoe groot is dat partnerschap? Ook welke rol dat je zelf gaat spelen, ik zei het. En het is hier een paar keer herhaald, je kan even goed je karretje aanhaken op een groter consortium, dan ga je er sowieso wat minder tijd in steken, maar reken toch altijd op een aantal maanden voorbereidingstijd. Nu zijn er ook een aantal programma's, vooral die decentrale programma's, zoals een EFRO en een Interreg, die werken nu met een tweestapsprocedure. Dat betekent dat ze een call openstellen en dat je eerst eigenlijk een projectconcept, wat net iets kleiner is, iets minder groot uitgewerkt is. En dat bespaart u dan tijd als je dan te horen krijgt van nee, dat kan echt niet, dan weet je het. En dan moet je ook geen verdere voorbereiding in dat dossier steken. Dus dat kan ook een voordeel zijn. Maar het blijft toch wel een aantal maanden werk. Ja. En naar slaagpercentage daar ook hetzelfde antwoord, is echt programma afhankelijk. Als er al cijfers beschikbaar zijn, soms gaat dat echt van bedroevend laag, van een 7% tot heel hoog is het ook nooit. Maar dan moet je, dat is ook voor interpretatie vatbaar, van ga je daar de dossiers in meerekenen die eigenlijk niet volledig waren, die eigenlijk al in die eerste selectie eraf vallen. Dus dat is heel moeilijk te interpreteren. Wij kunnen daar een beetje een schatting in maken. We weten, sommige programma's zijn laag, andere iets hoger. Maar het blijft moeilijk om daar een heel erg correct cijfer. Het is misschien goed om mee te geven dat Vlaamse projectindieners meestal goede dossiers hebben, goed scoren, goed voorbereid zijn. Dat is wel een feit dat ik kan meegeven. Ja, dankjewel voor de bemoedigende woorden. Misschien nog eventjes tussendoor. Kan het zijn dat jouw camera niet aanstaat? Want ik zie jou niet in beeld. Direct, onze volgende vraag is eigenlijk ook voor jou. Moeten de formulieren in het Engels worden ingevuld? Ook daar kan ik zeggen, meestal wel, zeker die centrale oproepen, omdat je dan in een internationaal partnerschap is. Het is sowieso dan een vereiste van het programma. En dat is ook de gemakkelijkste manier om je project te gaan indienen. Er zijn uitzonderingen, zeker ook binnen EFRO Vlaanderen, wat dat dan een
puur Vlaams en ESF, maar in het Nederlands uiteraard. Maar meestal als je in een internationaal partnerschap is, wordt het vereist en is het ook de meest logische keuze dat dan het Engels is waarin ingediend wordt. Oké, en dan denk ik nog een volgend vraagje voor jou. Moet je de subsidies terugbetalen als het project niet volledig uitgevoerd kan worden? Dat is ook moeilijk en die per programma te bekijken is. Meestal is het wel zo dat gerealiseerde kosten die binnen het programma vallen, en meestal ga je die ook vaak op voorhand moeten maken, dus dat je op basis van bewezen kosten je subsidies gaat ontvangen. Dus dan niet, maar je gaat geen geld krijgen bijvoorbeeld voor zaken die je niet gerealiseerd hebt. In sommige extreme gevallen, als je bijvoorbeeld een partnerschap hebt dat uiteenvalt en dat je niet meer voldoet aan de vereisten van een partnerschap, dan gaat er wel oplossingen moeten gezocht worden. Maar meestal kan je er wel van uitgaan dat de zaken die je wel gerealiseerd hebt en die al betoelaagd gekregen hebt, dat je die kan behouden. Oké, dankjewel. Dan ga ik voor de volgende vragen even bij Simon langsgaan. Hoe kan je op de hoogte gebracht worden voor aankomende deadlines voor indieningen? Ja, en hoe lang op voorhand moet je er best aan beginnen? Dat is een bijhorend vraagje. Inderdaad. Voor die eerste vraag verwijs ik eigenlijk het liefst terug naar Kaatje, want zij hebben daar een subsidiegids en een hele werking waarbij dat zij eigenlijk alle subsidiedeadlines van alle programma's in toog houden. Dus daarvoor zeker kan je bij Vleva terecht een account maken op de website en dat is denk ik de gemakkelijkste manier om zoveel mogelijk binnen te krijgen. Maar daarnaast werken wij ook als, ik kan dat van mijn eigen zeggen, als contactpunt voor live, werken wij ook met aparte mailingslijsten voor dan specifiek voor live. Dus daarvoor kan je ook altijd terecht bij mij en dan bijvoorbeeld NCP Flanders voor Horizon Europe, die hebben ook hun eigen systemen. Dus het is een beetje werken met de twee, Vleva en dan de nationale contactpunten voor de programma's waar dat jullie interesse in hebben. Zo kunnen jullie eigenlijk goed op de hoogte gehouden worden voor de deadlines. En hoe lang op voorhand moet je er best aan beginnen? Dat is daarnet ook al wel aangeraakt. Zo snel mogelijk. Vanaf dat je eigenlijk de call online staat, en voor sommige programma's wordt dat zelf al in werkprogramma's gezet, wat dat de calls gaan zijn, dan kan je er eigenlijk al mee aan de start. Hoe sneller dat je eraan begint, hoe beter. Want het kost wel tijd, het voorbereiden van een Europees dossier. Klopt. Misschien nog even aanvullen dat ook via het e-zine van het netwerk Klimaat, via het VVSG, e-zine dat er ook wel gecommuniceerd wordt over programma deadlines. Dus ook daar kan je die informatie halen. Nog een vraagje voor jou, Simon. Wat betekent cofinanciering 95% juist? Dat betekent eigenlijk dat het slaagt eigenlijk op het Live Clean Energy Transition subprogramma. Daar is de cofinanciering 95% en dat betekent dat eigenlijk de subsidie vanuit Europa 95% dekt van de totale kosten. Dus dat betekent dat je nog 5% zelf gaat moeten bijleggen in het project. Ik denk dat wel duidelijk genoeg is. Of... Inderdaad, klopt. Een volgende vraag ga ik ook aan jou vragen, Simon. Hoe kunnen kleinere gemeenten met weinig mankracht hun kansen verhogen? Ik denk dat dat ook wel ook is aangehaald door de collega's Hilde en Wim. Karretje aanhangen is zeker een hele goeie. Als je geen... weinig ervaring hebt in Europese projecten, is het altijd goed om zo te beginnen en zo je ervaring op te bouwen en dan eventueel daarna ooit is het project de coördinator te zijn van een project, maar ik denk dat dat wel een goede raad is voor de kleinere gemeentes. En ook laat je goed informeren, dat is ook een belangrijke, lees de informatie altijd goed en zo kan je altijd ook wel je kansen verhogen. Oké, dankjewel. En tot slot nog een laatste vraagje voor jou. Of dat WK hulp biedt bij het nalezen van projectvoorstellen? Wij doen dat wel zoveel mogelijk. In de mate van het mogelijke proberen wij dat wel te doen voor het live programma. Dus daar zijn we dan nationaal contactpunt voor. Voor de andere programma's doen we dat op dit moment niet. En ik denk dat Vleva dat ook nog niet doet.
Maar dat hangt dus ook af. Ik neem daarvoor ook zeker contact op met het Nationaal Contactpunt voor dat programma. En zij bieden die diensten soms wel aan. Maar dus voor live kan je zeker ook daarvoor bij ons terecht. Ik vraag het meteen ook even aan Kaatje, want ook aan hen werd de vraag gesteld of jullie hulp bieden bij het nalezen van projectvoorstellen. Nee, wij blijven eigenlijk bij dat eerste lijnsadvies, dat we eigenlijk naar de juiste contactpunten doorsturen. En ik denk dat dat ook een zeer belangrijke tip is, ook voor die kleinere lokale besturen. Als je zoiets hebt, ga gewoon met die mensen praten. In sommige gevallen lezen ze wel, in sommige gevallen niet. Dat is een beetje afhankelijk van contactpunt tot contactpunt. Maar zij kunnen ook nog beter dan Vleva een inschatting maken van of een project past binnen een bepaalde call. Zij kunnen echt gericht tips gaan geven voor dat programma. Schrijf je best op die manier. Dus ik zou zeggen, zit daar zeker niet verlegen om. Die ondersteuning is er en maak daar zeker gebruik van. En wat dat wij daarin wel kunnen doen, is u naar de juiste persoon toeleiden. Of meegaan of ondersteunen of zelf eens contact opleggen. Dat is zeker iets dat ik ook zou willen meegeven. Maak daar gebruik van. Maar zelf, in die fase van schrijven, daar lezen wij niet meer mee. Nee. Oké, dankjewel. Misschien ook even aanvullen vanuit de werking van Netwerk Klimaat. Voor zover het mogelijk is, zijn dat wel zaken die wij zouden kunnen doen om daar nalezen van de projectvoorstellen te doen. Ik ga eventjes over naar vragen voor Hilde. Een vraag hier of dat de inzet van een subsidioloog zichzelf terugbetaalt. Er zijn momenten geweest dat ik dat eens berekend heb. Natuurlijk, hoe lang ik terug ga in mijn carrière, zou dat moeilijk zijn. Maar als ik dan alles meetel, denk ik wel dat dat absoluut zeker de moeite waard is. Maar het is zoals ik ook zei, en ook andere mensen, af en toe steek je heel veel energie in een heel mooi project. En kunnen er allerlei omstandigheden zijn waardoor het project niet genoeg draagkracht heeft lokaal. Waardoor je dan zegt van, ik heb er te veel tijd in gestoken, maar ik blijf wel geloven dat het nodig is geweest om er mijn tijd in te steken. Dus ik denk wel dat wij onszelf kunnen terugbetalen, ja. Er is hier ook een vraag binnengekomen over de kost van de subsidiemanager. De kostprijs? Ja, dat kan ik ongeveer wel zeggen. We hebben net even overlegd met de collega van Edigem. En we zitten ergens tussen een bedrag van 5.000 tot 5.500 zonder BTW. Dat wil zeggen misschien dat een grotere gemeente, wij hebben 40.000 inwoners, iets meer zal moeten betalen. Dat is dus een jaarlijkse kostprijs. En wij hadden een overeenkomst voor 3 jaar. Dus we gaan dat ook evalueren of we dat verder zetten. Maar het is en blijft wel een interessante zoekmachine. En ze verbeteren zich aan de hand van onze input wel om hun beheersmodule ook te verbeteren. Maar je kan het ook op andere manieren doen. Je kan overal zelf ook gaan zoeken bij Vlaanderen, bij de federale overheid. Maar het is vooral handig als zoekmachine en ook om rapporteringen te doen. Ik geef dan wel zelf al in. Alle dossiers moeten eerst voor ze aangemeld zijn, eigenlijk bij mij passeren. Dus ik weet wel welke dossiers er allemaal in moeten. Want anders is het begin even doorbijten. En als je eens alles hebt erin steken, is het wel handig. Mm-hmm. Dan ook nog een vraagje voor jou. Hier gaat het eigenlijk over het aanstellen van de subsidiemanager, subsidioloog dan, of dat interessant is voor elke gemeente van die schaal, of voor Sint-Truiden meer relevant, omdat dat net in Limburg dat er meer budgetten zijn natuurlijk. Nee, absoluut niet. Ik denk dat er heel wat gemeentes zijn waar er al subsidiologen zijn of subsidiediensten, en die ook in het team bestaan, en iemand in de financiële dienst. En ik zeg het op het begin, vond ik dat het heel belangrijk was dat ieder diensthoofd zelf gaat kijken welke zijn de subsidiemogelijkheden en zelf het initiatief neemt. Zo hebben wij het ook heel veel jaren gedaan. Maar op dit moment is het zo dat er toch heel wat dingen zijn die heel bijvoorbeeld een geïntegreerde aanpak vergen, waardoor het handig is dat ik er ben. Rond inclusieambtenaar, dat is ook een dossier waar ik in meewerk. Ja, daar is niet echt iemand voor bevoegd en daar moeten heel veel diensten samenwerken. Heel veel van die dingen rond sociale cohesie, dat weinig met klimaat te maken. Maar dat zijn zo moeilijke dingen. Wie gaat daar initiatief nemen? En dan is het wel handig dat je een subsidioloog hebt die eigenlijk kan diverse diensten projectmatig samenbrengen.
Of ook heel veel subsidieaanvragen nu op Vlaams niveau. Moet je zoveel inwoners hebben of moeten bijvoorbeeld 3 OCMW's samenwerken? En dan moet er toch wel wat contacten gelegd worden. En dan is het ook handig dat er een subsidioloog is. Dus er zijn heel wat externe omstandigheden die maken dat het wel handig is. Oké. Okay. Dan nog een laatste vraagje voor jou, Hilde. Gaan jullie op zoek naar centen voor projectideeën die je dan hebt in Sint-Truiden? Of ga je echt projecten uitwerken omdat er centen beschikbaar zijn? Nee, we hebben genoeg ideeën en genoeg projecten waar we geld moeten voor vinden. We gaan niet kijken, dat is een project dat we gaan uitwerken omdat er geld beschikbaar is. Dat is misschien bijvoorbeeld wel het geval bij gemeenten zonder gemeentehuis. Daar zijn heel veel evoluties rond bezig geweest en dan ineens dient er dat zich aan en dan gaan we daar misschien vervroegd op inzetten. Maar ja, nee. Ja. Oké, dankjewel. Ik denk dat we ondertussen aan de laatste vraag zijn gekomen. Ik zie de tijd tikken, dus we hebben nog 1 minuutje. En van die minuut wil ik zeker gebruik maken om mijn sprekers hier te danken voor de boeiende insteken dat ze gegeven hebben. Nog eens herhalen dat de presentatie en alle vragen in de loop van volgende week online komen op onze website. Dus dan kan je alles daar nog eens rustig herbekijken. En ten slotte ook nog even zeggen, volgende maand is er geen Energieke Vrijdag, geen webinar, omdat wij dan onze Klimaatdag organiseren op 13 oktober in Brugge. Dus nog eens een warme oproep om jullie daarvoor in te schrijven. En in november zijn we er dan terug op 18 november met de volgende webinar. Mijn dank ook voor jullie als kijkers en tot een volgende.